Ik ben Cecilia van Weel, geboren en getogen Beverwijkse. Wel heel lang in Horen gewoond, weer teruggegaan naar de kust. Vooral vanwege de geestgronden. En hoe pas ik dan prachtig in uitgeest? En hoe zal de overstap van wethouder in Beverwijk naar wethouder in uitgeest? Uh, ik had heel graag nog vier jaar in uh, Beverwijk wethouder willen zijn. Ik had tenslotte ook een aantal projecten begonnen die ik graag af wilde maken. Maar de partij dacht daar anders over. En uh, een dag na de verkiezingen werd dat uh, duidelijk. En uh, toen heb ik meteen gezegd: uh, Als het zo gaat, dan uh, hebt u hierbij een ontslagbrief. En dan is morgen mijn kamer leeg. En overmorgen ben ik geen lid meer van deze club, waar ik overigens 43 jaar lid van was. En hoe bent u zo benaderd dooruit geest? Ik kreeg een telefoontje door Guusje Krom uit Uitgeest. En Guusje zei, wil je wethouder worden in Uitgeest? En uh, ik dacht meteen, Uitgeest, die boy. <laughs> Vanmiddag uh, gaan we op gesprek. Dus uh, ik ben smiddags, heb ik de fiets gepakt. En, en dan beleef je het ook uh, het beste. Hè? Niet alleen de afstand, maar ook het gebied. En uh, we hadden smiddags meteen een heel goed gesprek. En zijn er mensen die wat... Sceptisch hebben gereageerd. Van wat die Beverwijker nou hier uit Geest. Uh, gaan we nou naar de Ejon blijven in de Buug? Bug, dat is gekozen, en die route gaan we in. Bovendien vind ik dat eigenlijk heel erg leuk. De Ejmond ken ik natuurlijk wel, maar ik vind uit Geest goed passen binnen de Boeg. Nu even over de inhoud van de portefeuilles. Ja. Ik heb gezien verkeer en vervoer. Daar valt dus ook het opstelterrein ja. van de NS over. Ja. Kunt u daar wat over vertellen van wanneer wij iets kunnen zien of verwachten daarvan? Nou, op dit moment kan ik daar weinig over vertellen. De besluiten zijn genomen voordat ik eh, hier wethouder werd. Het is uiteindelijk eh, uit geest eh, geworden. Dat proberen we natuurlijk wel met zoveel mogelijk zorgvuldigheid te doen en ook vooral te kijken dat het de minste overlast veroorzaakt voor eh, de bewoners. Uh, we hebben het nu vooral over de stationsomgeving en de aanpak daarvan. Dat is nu het uh, uh, actueel. En daarvan heeft het college besloten om niet verder te gaan met een onderzoek naar de Groene Heuvel zoals die in de vorige periode uh, bedacht was, en, uh, maar niet gerealiseerd kan worden vanwege enorme financiële risico's. Ik ben ook Wethouder Financiën. Ik weet hoe de situatie is van de financiën in uitgeest. We hebben vooral de komende vier jaren behoefte aan heel veel creativiteit. Om alle plannen die dit college heeft. Want dan is het weliswaar niet de Groene Heuvel om de Provinciale Weg of de N203 en het station heen. Maar we willen die stationsomgeving wel aan gaan pakken. We gaan de koog aanpakken. Dat is een grote wijk. 3800 inwoners. We hebben de scholen. We hebben het centrum. Dus we hebben plannen zat. Maar het moet wel betaald worden. En uh, daar moet ik voor zorgen. En nou mag natuurlijk niet alle ambitie van dit college platgeslagen worden. door de wethouder financiën. Zo van dit kan niet en dat kan niet. Zo zit de wereld niet in elkaar. Wij gaan met elkaar kijken hoe we dingen tot stand kunnen brengen. Zijn er nog een aantal dossiers waarvan u zegt. Nou, dat vergt ook mijn aandacht. En zeker in de komende periode? Ik denk vooral uh, dat we gevraagd zijn om het dorpse karakter. Van uitgeest te bewaren en te bewaken. En dat vind ik een hele mooie opgave, uh, want ik ben echt verrast door uitgeest. Ik vind het heel erg mooi. We hebben nog heel veel. Ik vind wel dat ik uh, met die opdracht in de hand heel zorgvuldig moet kijken van welke ontwikkelingen uh, versterken uh, uh, het dorpse karakter van uh, uitgeest. Want daar hechten mensen heel erg aan en ja, dat is toevertrouwd aan een buitenstaander, hè, aan mij. En uh, dus ik moet extra hard lopen. Staat u open voor voor, voor de mensen uit uit geest? Hoe bent u benaderbaar? Uh, ik hoop het wel. Zo sta ik in ieder geval wel bekend. En ik heb de eerste koffiebezoeken ook al uh, gehad. Want uh, benaderbaar is niet alleen even. Uh, uh, hier op de koffie komen. Maar ik probeer zoveel mogelijk op locatie uh, uh, mensen te ontmoeten. Vanmiddag spreek ik met uh, de mensen van uh, Oud-uit-geest. Nou, dat vind ik geweldig dat we zo'n vereniging hebben. Ik zit binnenkort bij de mensen van het Hertkamp. Want daar wordt natuurlijk ook het een en ander over verteld. Van hé, hey, moet die opgaan in de stationsomgeving? Terwijl de mensen druk bezig zijn met het voorbereiden van een 55-jarig jubileum. Mensen die zich zorgen maken om alle ontwikkelingen. zoals Bijvoorbeeld het opstelterrein en de tijdelijke werkzaamheden die nu bij het station worden uh, gedaan. Uh, die doen een beroep op me. Ik heb geen oplossingen direct. Maar ik wil wel weten wat die mensen ervaren en waar ze zich zorgen om maken. Zodat we dat mee kunnen nemen in de afweging wat we wel en wat we niet doen.